Oké, ik weet niet of er iemand aan het luisteren is, maar normaal begin ik altijd een studie met twee vragen. Oké, dat is dubbel. En die vragen zijn, de eerste vraag is altijd, weet je zeker dat je naar de hemel gaat wanneer je sterft? En de tweede vraag is, en waarom zal God je in de hemel laten? Dat zijn twee best diepe vragen. Ik weet niet of er iemand op dit moment aan het luisteren is, maar kijken. Dan staat hier in Acts 13, vers 16, dat is Handelingen. Dan gebruiken we de King James alleen. Then Paul stood up and beckoning with his hands and said, Men of Israel, and ye that fear God, give audience. The God of this people of Israel chose our fathers and exalted the people when they dwelt as strangers in the land of Egypt, and with an high arm brought he them out of it. And about the time of 40 years suffered he their manners in the wilderness. And when he had destroyed seven nations in the land of Canaan, he divided their land into them by lot. And after that he gave unto them judges about the space of 450 years until Samuel the prophet. And afterward they desired a king, and God gave them Saul, the son of Cis, a man of the tribe of Benjamin, by the space of 40 years. But when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David, the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. And of this man's seed hath God, according to his promise, raised unto Israel a Savior, Jesus. When John had first preached before his coming the baptism of repentance to all the people of Israel, and as John fulfilled his course, he said, Whom think ye that I am? I am not he, but behold, there cometh one after me, whose shoes of his feet I am not worthy to loose. Men and brethren, children of the stock of Abraham, and whosoever among you feareth God, to you is this word of salvation sent. For they that dwell at Jerusalem and their rulers, because they knew him not, nor yet the voices of the prophets, which are read every Sabbath day, they have fulfilled them in condemning him. And though they found no cause of death in him, yet desired they Pilate that he should be slain. And when they had fulfilled all that was written of him, they took him down from the tree and laid him in a sepulchre. But God raised him from the dead. And he was seen many days of them which came up with him from Galilee to Jerusalem, who are his witnesses unto the people. And we declare unto you glad tidings. Know that the promise which was made unto the fathers, God hath fulfilled the same unto us their children, in that he hath raised up Jesus again. As it is written in the second psalm, Thou art my son, this day have I begotten thee. And as concerning that he raised him up from the dead, now no more to return to corruption, he said to the wise, I will give you the sure mercies of David. Wherefore he saith also in another psalm, Thou shalt not suffer thine holy one to see corruption. For David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, and was laid unto his fathers, and saw corruption. But he, whom God raised again, saw no corruption. But he, be it known unto you, therefore, men and brethren, that though this man is preached unto you the forgiveness of sins, and by him all that believe are justified from all things, from which you could not have been justified by the law of Moses.
Dat is heel duidelijk. Believe, geloven. Dan ben je justified. Dan ben je gerecht. Of hoe zeg je dat? Rechtvaardig. En als je dan naar 14 vers... laten we even naar een ander vers gaan. Efeziërs 2, vers 8 en 9. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Dus we zijn door genade gered, omdat we geloven. En dat is niet door onszelf, niet door de doop, niet door iets dat we zeggen, maar wat we in ons hart geloven. En je kan geloven als je het hoort. Als je hoort van een prediker zoals ik, die zegt, die het bijvoorbeeld voorleest of een rapport geeft, zoals in Romeinen 10 wordt gesproken. Hier staat, For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? Dus hoe kan je op hem roepen als je niet in hem hebt geloofd? And how shall they believe in him of whom they have not heard? Hoe zullen ze in hem geloven als ze niet van hem hebben gehoord? And how shall they hear without a preacher? Hoe zullen ze van hem horen zonder prediker? And how shall they preach except they be sent? Hoe zullen ze prediken als ze niet zijn gezonden? As it is written, zoals het is geschreven. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Dat is wat ik aan het doen ben. Dat Jesus Christ, dat zijn naam, dat is de naam van de Vader. Hij is de Vader. Zijn naam. Hij is gestorven. Of hij kwam eerst naar de Joden. De Joden hadden hem niet geaccepteerd. De Joden hebben hem vermoord. Aan het kruis gehangen. Hij werd begraven voor 3 dagen lang. Toen is hij opgestaan. En toen is hij door meer dan 500 mensen tegelijk gezien. Als je dat gelooft, dan ga je naar de hemel. Zo simpel is het. Het is geen doop. Het is geen... het is niet iets wat je met je mond spreekt. Maar het is wat je in je hart gelooft. God kijkt naar het hart. Hier, but they have not all obeyed the gospel. Ze hebben niet allemaal het evangelie gehoorzaamd. Kijk, je moet gehoorzamen. Hoe doe je dat? For Isaiah saith, Lord, who hath believed our report? Kijk, believed, geloofd. Wie heeft ons rapport geloofd? So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. En faith is niet geloven, maar hopen. But I say, have they not heard? Yes, verily. Their sound went into all the earth, and their words unto the ends of the world. Dus iedereen heeft het gehoord, maar niet iedereen heeft het geloofd. Zullen we kijken? Nog een mooi vers, Filippiens 2. Hier, de naam boven alle namen. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. Dus deze naam is boven alle namen. Dat is boven Mohammed, boven Jehovah, weet ik veel allemaal. That at the name of Jesus every knee should bow. Kijk, dat is Jesus, J-E-S-U-S, Jesus. Of things in heaven, things in earth, and things under the earth. Dus Satan iedereen zal buigen. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. To the glory of God the Father. Dus in het Oude Testament was God Jehovah genoemd. Maar deze naam, Jesus, is boven alle namen. Het is geen Engelse naam. Het is geen Nederlandse naam. Veel mensen in Nederland zeggen Jezus of weet ik veel allemaal wel. Spaanse mensen zeggen Jesus, weet ik veel. Maar het is heel duidelijk. Kijk, deze naam komt uit de hemel. En dat kan je hier in... Mark en Matthäus volgens mij zien. Kijk, dat is een hemelse naam.
And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Kijk, de naam Jesus komt uit de hemel. Het is een hemelse naam. And knew her not till she had brought forth her firstborn son and called his name Jesus. Het is een hemelse naam. Het is de naam boven alle namen. Het is geen Nederlands, het is geen Engels. Het is Jesus. Veel mensen zeggen ook dat, Joshua. Ik heb ook veel liederen gehoord die waar die naam wordt geprezen. Maar dat is niet de naam Jesus. Zoals velen van jullie weten, bijvoorbeeld de antichrist die gaat komen. Dat weten we zeker dat die gaat komen. Wat is zijn nummer ook alweer? 3, 4, 6. Kijken. De nummer van het beest. Even kijken. Dat is, here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast. For it is the number of a man. And his number is 666. Dat is 666. Dat is zijn naam. Laten we eens naar het zesde boek gaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het zesde boek, Joshua. Het zesde vers. Het zesde hoofdstuk. En het zesde vers. Daar staat, en Joshua, the son of Nun. Dat zijn de eerste zes woorden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar wacht eens even. Jesus is niet de son of Nun. Maar hij is de son of God. Dus 666, hier staat Joshua. Dus heel veel kerken die zeggen, ja, Joshua. Die mensen die prijzen de naam van de antichrist. Nu is het misschien toeval, zegt sommige mensen. Maar als we hier eens intypen Joshua. Even kijken. En dan helemaal naar beneden scrollen hier. Dan zijn er 216 matches gevonden. Als we nou 6 keer 6 keer 6 doen, is 216. Dus het zesde boek, zesde hoofdstuk, zesde, eerste zes woorden en het zesde vers staat Joshua. 6 keer 6 keer 6 is 216 en er zijn 216 matches voor Joshua. Dit is de naam van de antichrist. Dus die naam moeten we dus niet prijzen, maar Jesus moeten we prijzen. Even kijken, misschien zijn sommige van jullie die vinden het vreemd dat ik een Engelse boek lees. Dat is de King James Bible. Waarschijnlijk lezen velen van jullie een Nederlands boek. Maar dit is niet het woord van God. Dat kan ik ook even laten zien. Ik zet het. Hier, 2 Petrus, vers 18. Want je hebt allemaal verschillende boeken en iedereen leest maar gewoon waar die zin in heeft eigenlijk, wat het makkelijkst is. Maar laten we eens, ik weet dat dat is wat mensen zeggen, maar laten we eens kijken naar wat Gods woord zegt. Want bijvoorbeeld in Romeinen 4 vers 3. Oh, sorry, 3 vers 4, sorry. Hier staat, God forbid, yea, let God be true, but every man a liar. As it is written, that thou mightest be justified by thy sayings, and mightest overcome when thou art judged. Hier staat, laat God waar zijn, maar elke man een leugenaar. Hé, hey, laat mij een leugenaar zijn. Ik heb het niet altijd goed. Daarom ga ik, als iemand een vraag heeft, ga ik altijd, hé, wat zegt Gods woord ervan? Geen eigen interpretatie of... Nee. Maar Gods woorden, die zijn altijd juist. Ja, we worden ook veroordeeld over wat we zeggen. Dus als je de woorden van God gebruikt,
dan mag je rechtvaardig daarin zijn. Dan mag je justified in thy sayings. Dan mag je overkomen wanneer we worden beoordeeld. Maar hier, hier staat. For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you the power of and coming of our Lord Jesus, but were eyewitnesses of his majesty. For he received from God the Father honor and glory. When they came such a voice to him from the excellent glory, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Nu staat er, and this voice which came from heaven we heard, and we were with him in the holy mount. Dus er is een stem uit de hemel, a voice which came from heaven. Goed onthouden. We have also a more sure word of prophecy. Dus we horen een stem uit de hemel, maar we hebben een more sure word of prophecy. We hebben een nog zekerder woord van profetie dan als we Gods eigen woord uit de hemel horen. Whereunto ye do well that ye take heed, as unto a light that shineth in a dark place, until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Know this first. Dit moet je weten, that no prophecy of the scripture is of any private interpretation. Dus geen privé interpretatie. For the prophecy came not in all time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Dus het is heel duidelijk dat de profetieën vroeger kwamen, en niet van de wil van mensen, maar heilige mensen van God. En we hebben dus een zekerder woord dan als we Gods eigen woord of eigen spraak hoorden uit de hemel zelf. Zo zeker zijn die woorden. Dus waarom hebben we dan al deze vertalingen? Bijvoorbeeld de Statenvertaling en de, ik weet niet wat je allemaal hebt, maar de herziende Bijbel en het woord is misschien ook een. Maar waarom hebben we dan allemaal vertalingen? Die is dat heel duidelijk dat het niet van privé interpretatie is. Dan heeft God ook nog een belofte gedaan. Die vinden we in Psalmen, even kijken. 12 volgens mij. Ja, vers 12. Psalm 12, 6 en 7. Dit is zijn belofte. The words of the Lord are pure words. Zijn woorden zijn puur. As silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Dat is een heel bekend nummer, die 7. Dus het is 7 keer gereinigd. Zo puur zijn die woorden. Thou shalt keep them, O Lord. Kijk, God bewaart zijn woorden. Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever. Dus hier staat dat God zijn eigen woorden behoudt van deze generatie toen dit werd geschreven tot forever, dus voor eeuwig. Dus God is degene die zijn woorden bewaart. Dat is heel duidelijk. Dus laten we gewoon Gods woord gehoorzamen. En niet, er is een nieuwe Bijbel. Oh, misschien is dat net even wat nieuws. Nee, want God is degene die zijn eigen woorden bewaart. Laten we eens kijken naar wat Jezus zei tegen de Satan toen hij werd getest. Matthäus 4, vers 4. But he answered and said, it is written. Dus zelfs Jezus ging terug naar het geschreven woord. Want die woorden zijn zo puur. Hij ging terug naar het geschreven woord. Man shall not live by bread alone, but by every word of God that proceedeth out of the mouth of God. Every word, elk woord. Dus al die duizenden woorden, tienduizenden woorden die er zijn van God, daar moeten we bij leven. Elk woord, niet de meeste woorden, nee, elk woord.
En omdat God die belofte heeft gedaan dat hij elk woord heeft gehouden, van deze generatie tot eeuwig, waar is dat dan? Dus kennelijk is er ergens, hebben we Gods perfecte woord. Maar er zijn wel heel veel vertalingen. Dat komt dus niet helemaal overeen met wat God heeft beloofd. Wat hebben we nog meer? Oh ja, misschien... in Nederland is het ook heel bekend, de drie-eenheid. Ik denk dat je dat in het Engels de Trinity noemt. Maar laten we eens kijken naar wat God daarover zegt. In Gods woord. Het enige wat ik doe als iemand een vraag heeft, wat zegt Gods woord daarover? Gewoon, ik laat versen zien en al dat soort dingen. Want ja, dan zit je nooit fout. Zo simpel is het. De drie-eenheid. Oké, dus we hebben Jesus. Dat is de naam boven alle namen. Daar hadden we al in Filippiërs 2 naar gekeken. Wherefore God hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Boven Jehovah, boven Mark Rutte, weet ik veel. Boven Trump, Obama, maakt me allemaal niet uit. Boven alle namen, boven de naam van Satan, boven de naam van Jehovah. Yeshua, weet ik veel, maar wat niet. Het boven alle namen. That at the name of Jesus every knee should bow. And of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. And that every tongue should confess that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. Oké, wat is een tong? Je hebt een tong in je mond, maar een tong is ook een taal. Dus elke taal, zelfs die kleine eilandjes waar een paar mensen wonen die helemaal niet leven zoals wij, maar gewoon in de jungle, die hebben ook het evangelie gehoord. Die hebben ook geen excuses. Niemand heeft een excuus. Iedereen heeft ervan gehoord. Iedereen heeft het gehoord, maar niet iedereen heeft geloofd. Eens even kijken, dan gaan we hier. Dus is God, of is de Jesus die op deze aarde was, is dat God? Ja, dat is God. Laten we even naar Isaiah gaan. Isaiah 9, vers 6. For unto us a child is born. Wie is dat kind? Dat is Jesus. Unto us a son is given. Wie is die zoon? Jesus. And the government shall be upon his shoulder. Wie is dat? Jesus. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Dus kijk, de zoon is de eeuwige vader. Maar wacht even, het is toch de drie-eenheid? Nee. Trinity staat nergens genoemd in Gods woord. Dat is verzonnen door mensen. Staat er niet in. Wat er wel in staat, is de Godhead. Kijk eens, drie versen die over de Godhead praten. Toeval, hè? Bijvoorbeeld Colossians 2, vers 9. Colossensen. For in him dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Dus ja, je hebt de man, Jesus. En in hem dwelleth the fullness of the Godhead. Dus de Vader, Jesus, is in hem. Wat staat er in Johannes 1? In the beginning was the Word. Dat is met een hoofdletter, the Word. And the Word was with God. And the Word was God. En wat staat er hier? And the Word was made flesh. Het woord was vlees geworden. And dwelt among us. And we beheld his glory. The glory as of the only begotten of the Father. Full of grace and truth. Dus je hebt het woord. En het woord was met God. En het woord was God.
en het woord werd vlees gemaakt. Nog even terug op die twee vragen die ik altijd stel aan mensen. Van weet zeker dat je naar de hemel gaat? En waarom zou je naar de hemel gaan? Of toegelaten worden? Dus, de eerste vraag. Weet je zeker dat je naar de hemel gaat? Sommige mensen zeggen ja, sommige mensen zeggen nee. Andere mensen, ik hoop het. Laten we eens naar 1 Johannes 5 gaan. Dan staat het heel duidelijk. En sommige mensen zeggen ook, ja, dat is niet aan mij. Of ik het... Dat moet God nog bepalen. En dat soort dingen. Maar die mensen kennen de Bijbel niet. Of hebben het nog nooit gehoord. Dus luister goed. He that believeth on the Son of God has the witness in himself. He that believeth not God have made him a liar. Dus als je dit niet gelooft, als je God niet gelooft, maak je hem een leugenaar. Because he believeth not the record that God gave of his son. Dus je moet het geloven, anders maak je God een leugenaar. And this is the record that God hath given to us eternal life, and this life is in his son. He that hath the son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Dus dit moet je geloven. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Wat is zijn naam? Het is niet Joshua, dat is de naam van de Antichrist. Het is niet Jezus, dat is een privé-interpretatie. Het is Jesus. Die naam komt uit de hemel. Het is geen Engels, het is geen Nederlands. Op die naam moet je geloven. That ye may know. Dat je mag weten. That ye have eternal life. And that ye may believe on the name of the Son of God. Dus je mag weten dat je eeuwig leven hebt als je gelooft op de naam Jesus Christ. De Paulus of Paul. What must I do to be saved? In Acts 16. He said, and brought them out and said, sirs, what must I do to be saved? Wat moet ik doen om gered te worden? And they said, believe, geloof, on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Dus je moet geloven on Jesus Christ. Nu zullen er misschien ook wel mensen zijn die zeggen, oh, het maakt niet echt uit welke naam. Er is ook een vers voor. Neither is there. Acts 4. We beginnen in 10. Be it known unto you all, and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, kijk, de Joden hebben hem vermoord, whom God raised from the dead, hij is opgestaan, even by him doth this man stand here before you whole. This is the stone which was set at naught of you builders, which is become the head of the corner. Neither is there salvation in any other. Er is absoluut geen redding in een andere naam. For there is none other name under heaven given among men. Dat zijn Nederlandse mensen, dat zijn Belgische mensen, Amerikaanse mensen, Spaanse mensen. Dus iedereen given among men whereby we must be saved. Er is maar één naam waarbij we gered moeten worden. Het zijn geen twee namen, het is één naam. En die naam is Jesus. We hebben nog een vers, dat Jesus God is. 1 vers 8. Hier is God aan het spreken. En God zegt dus, but unto the Son, het hoofdletter, he saith, thy throne, O God, is forever and ever. A scepter of righteousness is the scepter of thy kingdom.
Yep. En hier zegt hij het zelf in Revelation 1 vers 8. I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith God, which is and which was and which is to come, the Almighty, de Almachtige. Hij is almachtig. Hij heeft alle macht. Kijken. Sommige mensen zeggen ook, oké, ik geloof wel, maar ik denk ook nog dat ik moet worden gedoopt. Maar, het kijken naar weer Gods woord, laten we niet naar mensen luisteren, maar gewoon naar Gods woord. One baptism. In Ephesians 4 vers 5, one Lord, one faith, one baptism. Dus één Heer, één hoop, één doop. Maar wacht eens even. Wat zei Johannes ook alweer? I baptize with water. Johannes 1 vers 33. And I knew him not, but he that sent me to baptize with water. Kijk, Johannes doopte met water. The same said unto me, upon whom thou shalt see the Spirit sending and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. Kijk, als je op het moment dat je gelooft, dan word je gedoopt. Dat is dus de enige doop die er is met de Heilige Geest. En dat is dus niet met water, maar dat is iets spiritueels. Dus er is maar één doop. Kijk, de Joden use sign. Kijk, de Joden die hebben een sign nodig, een teken. Daarom deed Jezus op aarde ook allemaal wonderen, want die mensen, die staat hier gewoon, for the Jews require a sign. Ze hebben een teken nodig. Oh, kijk, die man kan genezen. Oké. Zelfs dan gelooft ze nog niet. And the Greeks seek after wisdom. But we preach Christ crucified. Kijk, we preken de kruisiging. And to the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Kijk, voor de Joden is dat een. Die worstelen daarmee, die struikelen daarover. Dus ja, als jij gelooft dat God met de naam. Zijn naam is Jezus, hij is de eeuwige Vader, hij is de Zoon, hij is de Heilige Geest. En these three are one. Hier, 1 Johannes 5 vers 7. For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Dus het is niet wat veel mensen zeggen, het zijn drie in één, of drie in één. Nee, het is drie zijn één. Three are one. Drie zijn één. Dus ja, als jij gelooft dat de naam Jezus is, het is de Vader in het in flesh, het is God in het vlees. Hij ging naar de Joden toe, ze hebben hem niet geaccepteerd. Ze hebben hem gekruisigd. Na 3 dagen en 3 nachten is hij opgestaan.
Toen is hij door 500 mensen gezien, waaronder zijn apostelen, of door meer dan 500 mensen moet ik zeggen. Is hij gezien. Als je dat gelooft, dan heb je eeuwig leven. Op het moment dat je gelooft, dan gebeurde, dan word je, Efesiërs 1 vers 13 praat daarover. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation. Wat ik net zei, dat hij naar de Joden kwam en dat hij is gekruisigd, werd begraven en is opgestaan. Dat is de gospel, dat is het evangelie. Dus niet het, dat is het evangelie wat Paulus predikte. The gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Dus nadat jullie werden gedoopt? Nee. Nadat jullie geloofden. Het gaat allemaal om geloof. Ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession. Unto the praise of his glory. Het gaat allemaal om geloven. 1 Corinthians vers 15. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received and wherein ye stand. Dus dit is wat Paulus zei. Dit is wat Paulus predikte. By which also ye are saved. Waardoor jullie zijn gered. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received. Dus kijk, Paulus heeft het ook ontvangen. How that Christ died for our sins according to the scripture. Zoals Paulus ging elke keer terug naar de schriften, naar de scripture. And that he was buried, hij werd begraven. And that he rose again the third day according to the scripture. Op de derde dag was hij opgestaan. And that he was seen of Cephas, then of the 12. And after that he was seen above 500 brethren at once. Dus hij was door meer dan 500 mensen tegelijk gezien. Of whom the greater part remain unto this present. But some are fallen asleep. And after that he was seen of James, then of all the apostles. And last of all he was seen of me also, as of one born out of due time. For I am the least of the apostles, that am not me to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Dus dit is het evangelie dat wij moeten prediken. En je hebt Jezus in die tijd. Kijk, Paulus, of Paul moet ik eigenlijk zeggen, die noemt het ook de hele tijd my gospel. Dat is allemaal Romeinen, Timotheus. Kijk, hij noemt het my gospel. Want Paulus heeft het ook ontvangen. Want het is een dispensation, wordt het genoemd. The dispensation of grace. Jezus, die was niet zijn dood en opstanding aan het prediken. Maar vele mensen die praten daar wel over. Van, kijk mij. Die mensen zijn aan het opscheppen. En dat zegt Paulus heel duidelijk dus in Efesiërs 2 vers 9. For by grace are you saved through faith. Dus door genade zijn jullie gered. Through faith. And that not of yourselves. It is the gift of God. Kijk, het is een gift. Het is een geschenk. Het is niet iets waar je over kan opscheppen van, kijk mij. Kijk hoeveel werk ik heb gedaan. Kijk, ik ben gewaterd, hoopt. Of kijk, ik heb mijn zonde. Nee, het is allemaal wat je gelooft. Want daar kan je niet over opscheppen. Not of works. Je kan er niet voor werken. Lest any man should boast. Dus het is heel erg vernederend is het niet het goede woord. Maar je kan er niet over opscheppen. Het is niet iets wat jij hebt gedaan. Een werk of iets anders. Zo, staat hier ook. Many shall say
unto me. Lord, Lord, have me. Ja, hier, vers 7, 22. Dit is wat heel veel mensen zeggen. Ik denk dat katholieken en gewoon ook heel veel baptisten en al die mensen. Kijk wat wij hebben gedaan. Die mensen die scheppen op. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Wow. But he that doeth the will of the Father, which is in heaven. Dus de enige mensen die het kingdom van de hemel binnengaan, zijn de mensen die de wil van de Vader doen. Maar wat is de wil van de Vader? Many shall will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And have we not in thy name cast out devils? And in thy name done many wonderful works? Kijk eens, het staat hier letterlijk. Al die mensen die willen opscheppen over hun werken. Dit is wat hij tegen hun gaat zeggen. And then I will profess unto them. Dit is wat hij gaat zeggen over tegen de mensen die allemaal van die mooie werken doen. I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Dit is wat hij gaat zeggen tegen de mensen die in hun werken geloven. Maar even kijken, the will of the fathers. The will of my father. Dat moeten we dus doen. The father's will. Johannes 6, vers 39. And this is the father's will. Dus dit moeten we doen. Volgens dat vorige vers. Which has sent me. That of all which he hath given me, I should lose nothing, but should raise it up the last day. And this is the will of him that sent me. Dit is de wil. This is the will. The will of him that sent me. That everyone that which seeth the Son and believeth on him, het is weer geloven, may have everlasting life. And I will raise him up the last day. Dit is de wil van de Vader. Dat je moet geloven, believe on him. Wie is him? The Son. Je moet geloven in Jesus Christ en wat hij voor jou heeft gedaan. Hij is voor jou gestorven, begraven en opgestaan op de derde dag. Hij kwam naar zijn eigen, de Joden, en ze hadden hem niet ontvangen. Ze hadden hem gekruisigd. Hij is opgestaan. En door meer dan 500 mensen gezien. Als je dat gelooft, dan doe je de wil van de Vader. En ga je het koninkrijk van de hemel in. Dat is wat Paulus predikte. En op het moment dat de kerk, de church, naar de hemel is gegaan. Dan is de dispensation of grace is over. Kijk, op dit moment, voordat Jezus was gestorven en opgestaan. Wat zei hij? Wacht even hoor. No man cometh to the Father but by me. Dat is wat hij zei. 14 vers 6. Dus er is niemand in het Oude Testament die naar de hemel is gegaan voordat hij was opgestaan. Jesus saith unto him, I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Dus niemand is naar de hemel gegaan. Is iedereen naar hel gegaan? Ja, maar je hebt dus twee plekken in hel. Maar dat, laten we dat een andere keer doen. Maar in ieder geval, het gaat gewoon om het evangelie. Je moet alleen maar geloven. Als je meer doet dan dat, dan doe je niet de wil van de Vader. Zo simpel is het.
Een heel bekend vers is Johannes 3, vers 16. En al ook 15. That whosoever, wat betekent whosoever? Wie dan ook. That whosoever believeth in hem gelooft, should not perish. Staat hier niet repent of gedoopt of iets anders. Nee, staat believe. En believe doe je vanuit je hart. In him should not perish, but have everlasting life. For God so loved the world, that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him, dat wie dan ook in hem gelooft, should not perish, but have everlasting life. For God sent not his son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. En staat hier, he that believeth on him is not condemned. But he that believeth not is condemned already. Because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Wat is zijn naam? Jesus. Zijn naam uit de hemel. Dat is maar heel duidelijk als je gewoon precept upon precept staat er. Precept upon precept. For precept must be upon precept. Precept upon precept. Line upon line. Line upon line. Here a little and there a little. Dus hier een beetje. Oh, in Hebreeën 1 vers 8 en Openbaringen 1 vers 8 staat beide dat de Zoon God is. Hier een beetje, daar een beetje. Nou, ik hoop dat het allemaal duidelijk was. Voel vrij om een keer te joinen.